Waar ik denk ik een belangrijke bijdrage aan heb kunnen leveren, laat ik het zo zeggen, is dat ons groenbeleid in Zuid-Holland meer is dan alleen natuur en recreatie. Maar dat daar ook de landbouw een belangrijke onderdeel in speelt. Ik denk dat ik een bijdrage geleverd heb om die discussie wat helderder op het netvlies te krijgen. En dat het juist de kunst in Zuid-Holland is om te kijken hoe kunnen wij nou het goede evenwicht vinden. Dus aan de ene kant natuur en aan de andere kant landbouw. Wat toch een hele belangrijke economische drager is van ons gebied. We zijn niet voor niks de tweede exporteur ter wereld. Nou, en hoe ga je daar nou op een gezonde manier mee om? En hoe gaan wij het evenwicht goed vinden tussen landbouw en natuur? En ik denk dat dat ook heel boeiend is voor de komende statenperiode om die discussie verder uit te diepen. En daar wens ik de nieuwe statenleden veel succes bij. Wat mij tegengevallen is dat wij te veel blijven hangen in dezelfde discussie. Dat wij 4 jaar lang bijna hetzelfde onderwerp keer op keer blijven te herhalen. En wat dat betreft wens ik de nieuwe staten meer bestuurskracht toe. Ik denk dat dat hard nodig is. Nou, ik denk dat wij als provincie voornamelijk een gebiedsregisseur zijn. En als je die rol goed wil vervullen, betekent niet dat je vanuit een ivoren toren moet bepalen wat goed is voor de regio, maar dat het juist de kunst is om in gesprek te gaan met die regio's. Dat je dat ook veel meer weet bereikt. Probeer samenlijk het punt op de horizon te bereiken. Wat wil je bereiken? Dus dat betekent netwerkend werken. En dat betekent vooral dat statenleden niet te hard hier kaders moeten gaan stellen. Want dan ga je je eigen weerstand er wat creëren. Als je echt wat wil bereiken, ga in gesprek met de regio en probeer dan met elkaar met een gedragen construct te komen. En dat vraagt een beetje veelzijdigheid. En daar wens ik de statenleden veel succes bij. Want dan kunnen ze echt mooie dingen voor Zuid-Holland gaan realiseren.